Goedemorgen. Dag 3 in Egypte. En we gaan ontbijten. Ga je mee? Dag 2 van het kiten. We gaan weer met de bus. Heb je een half Egyptisch, half Nieuw-Zeelandse kitesurflerares, maar die is niet heel punctueel. Nou moet ze weer het met haar appartement regelen. Daar gaat ze. We hadden om 10 uur afgesproken en om 10 uur zouden we kiten, maar zoals Karel net zegt, we willen even knallen. Dus hebben we nou een harde deadline van 11 uur gesteld. 11 uur liggen wij in het water. Nou, helemaal bewetsuit. Met een thee. Ik ben bewetsuit. De camera gaat weg, want we gaan het water in. Als we terug zijn, dan vertellen we hoe leuk het was. Karel zit al aan zijn pizzaatje te genieten, want er is te veel wind. We moeten wachten, dus we nemen een pizza. En als de wind gaat liggen, wat volgens nog niet het geval is, geloof ik. Nee. Dan gaan we weer het water op. Het is nu 1 uur en we gaan het niet proberen. De wind is te hard. Te veel voor een beginner en dat zijn wij nou eenmaal. We gaan terug naar het resort, lekker hardlopen. En dan komen we morgen weer terug. Ik ben de kluis aan het openen, ik wil niet de code kunnen kraken. Okay. Nee, uit! Uit! Jezus, dit is dus hoe je op vakantie bent met Karel. Doe uit, man!